Deze ondergrondse wereld beslaat een oppervlakte van zo'n 17 voetbalvelden. Het is de wereld onder Schiphol, de bagagekelder. Voordat je koffer met je mee omhoog de lucht in gaat, duikt het eerst een tijdje deze kelder in. Nou, eigenlijk het eerste moment dat de dame de koffer aanneemt en al inboekt in het systeem, dat begint eigenlijk al als een volledige digitale reis. Daar wordt alle informatie aangemaakt en wordt daarbij bekendgemaakt aan ons systeem. Met die informatie kunnen wij volledig automatisch de koffer transporteren, vervoeren, tijdelijk veilig opbergen en als zijn vlucht open gaat, transporteren naar zijn eindbestemming. Uiteraard met zo'n groot systeem, we hebben het over 50 kilometer aan bandstelsel. We hebben het over meer dan 200.000 eenheden die we op een dag vervoeren. Tuurlijk, in een geautomatiseerd proces gaan er ook dingen fout. In zijn totaliteit kunnen er koffers eventueel achterblijven. Maar dan is er altijd nog een proces om dat netjes na te verzenden. Ja, dat er soms gewacht moet worden. Dat heb je soms in de supermarkt al bij de kassa en inderdaad heb je dit ook soms bij een aankomstband en zoals soms even moeten wachten. En als ik kijk wat ons aandeel is voor datgene wat ondergrond allemaal gebeurt, wat allemaal geregeld moet worden, wat we allemaal met elkaar voor elkaar maken om uiteindelijk die koffer die passagier incheckt toch op tijd uitgevoerd te krijgen en bij het vliegtuig te krijgen, ja. Dat maakt het gewoon ontzettend leuk om hier te mogen werken.